De eerste helft hebben zij volgens mij geen één kans gecreëerd. En ja, merk je toch dat, dat we toch weer met elkaar tekeer gaan en elkaars fouten proberen te accepteren. En dat wil niet zeggen dat er nooit wat gezegd mag worden. Alleen nu ook met de keeperswissel, niks aan de hand, we gaan gewoon weer door. Ja, en dat komt natuurlijk wel voort uit vertrouwen en dat heb je de afgelopen weken getankt. Rogier Veenstra, trainer van ASWA. Weer winnen. Vierde keer nu al in dit prille seizoen. Notabene tegen, ja, misschien geen kampioenskandidaat, want dat zal Quick Boys niet zijn, maar een goede ploeg. Hoe verrast ben je er zelf over? Ja, het zou gek zijn als ik nu zeg dat ik op voorhand had verwacht dat we vier keer zouden winnen. Dus daar ben ik wel verrast over. Zeker omdat ik weet wat Quick Boys kan. Dus, en zeker ook omdat wij dinsdag in de beker natuurlijk de ondergrens aantikten tegen Staphorst. 5-2 was dat. Ja, dus ik was benieuwd hoe de ploeg dat ging oppakken. Nou, Brian Jansen, onze nummer 1 keeper, die ook nog eens geblesseerd raakt. Dus er waren genoeg redenen om aan te nemen dat het vandaag een keer minder ging. Alleen, wat maakte vandaag het verschil tegen Quick Boys? Ja, ik vind het lastig om na afloop zo'n analyse te geven dat ik even de vinger op de zere plek leg voor Quick Boys. Ik denk niet dat zij hun beste wedstrijd speelden. Dat deden wij ook zeker niet. Alleen, ja, je ziet wel gewoon dat wij hebben niet zo heel veel kansen nodig. En achterin, ja, de eerste helft hebben zij volgens mij geen één kans gecreëerd. En ja, merk je toch dat, dat we toch weer met elkaar tekeer gaan en elkaars fouten proberen te accepteren. En dat wil niet zeggen dat er nooit wat gezegd mag worden. Alleen nu ook met de keeperswissel, niks aan de hand, we gaan gewoon weer door. Ja, en dat komt natuurlijk wel voort uit vertrouwen en dat heb je de afgelopen weken getankt. Maar die dinsdag in de beker deed wel even pijn en dan is het de vraag hoe ga je daarmee om? En dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Ja, want Quick Boys had al 3 wedstrijden op rij geen tegengoal hoeven incasseren. Totdat ze naar ASWA komen. Jullie worden misschien een beetje in een zetel geholpen met zo'n strafschop. Besluit je dan wel al vrij snel, jongens, laat ze maar komen. Laten wij maar gewoon afwachten. Loer maar een beetje op die counter. Laat ze het spel maar maken. Ja, eigenlijk niet. Ik vond... Zo leek het op de tribune wel, ja, namelijk. Ja, dat klopt. Maar dat was gewoon, had puur te maken met hun systeem. Zij spelen vaak 4-3-3 tegen 4-3-3. En vandaag kozen ze ervoor om 5-3-2 vast te houden. Omdat dat natuurlijk tegen IJsselmeervogels bij hun vorige week heel goed ging. Nou, dan speel je met 3 centrale verdedigers. Wij spelen met 1 spits, 3-1. Ja, dat is moeilijk om daar druk te geven. Dus we hebben in de rust aangegeven, staan we hoog. Dan gaan we ook echt druk geven. En op het moment dat je niet hoog staat, dan gaan we gewoon compact spelen. En dat laatste kwam er veel vaker uit. Dat hadden we niet afgesproken. Dat kwam ook doordat Quick Boys gewoon steeds wat mensen over had. Maar uiteindelijk ja, draait het ook om het creëren van kansen en vooral het benutten daarvan. Ja, dat zit gewoon heel erg mee bij ons. Daar hoeven we ook niet over te liegen. Het is niet zo dat wij de tegenstander vandaag helemaal de verdiening in hebben gespeeld. Alleen toch ergens ook wel weer comfortabel, want zij hadden vaker de bal. Vorige keer thuis tegen Noordwijk schoot iedereen in paniek toen dat een helftje zo was. Ja, maar toen wonnen jullie ook. Ja, daarom. En wat voor gelukkige man staat hier nou eigenlijk? Want je oogt best wel nuchter. En ja. Nou ja, het is toch net niet de normaalste zaak van de wereld. Maar ja, wat gaat er allemaal in het hoofd om? Ja, heel veel. En dan vooral heel veel blijdschap. Alleen ja, het is ook wel de situatie op dit moment die het ja, wel iets minder mooi maakt. Want op het moment dat jij in het begin van het seizoen voor 300 man een thuiswedstrijd gaat winnen. En je merkt dat 2 weken later er 400 staat. En misschien een paar weken later 750. Ja, dan dat is nu niet. En dat is wel jammer. Je merkt het nu ook aan spelers. Ja, we gingen heel even zingen in de kleedkamer. Maar gelijk werd er al gezegd van ja, jongens, allebei in beide kleedkamers douchen. En we gaan nu naar huis. Dus ja, dat is wel raar. Aan de andere kant krijg ik ook berichtjes van teletext. En eerst stonden we op 8-3-3 en nu staan we op 8-0-1. Dus het gaat hard. En ja, op dit moment staan we waar we staan. En daar ben ik ontzettend trots op. Want ik weet ook hoe het vorig jaar was. En zoveel is er niet veranderd. Alleen het kwartje valt de goede kant op. En ja, elke kans die wij krijgen, grijpen ze aan.